Naar de beurs. Daar staat onze beurscommentator Hans de Geus. Hans, dat Griekenland hadden we het over. Hoe gaat het nou verder? Nou ja, hoe het verder gaat, is weer één datum die dichterbij komt. En dat is dat er een oude schuld moet worden afgelost. Want los van het steunpakket waar Frederik het over had, zo'n 86 miljard, lopen er gewoon nog andere leningen. Die moeten steeds worden afgelost. Nou, steeds als er weer zo'n aflossing in de buurt komt, denken die ECOFIN-ministers, we gaan weer eens bij elkaar zitten, want dat geld moeten we wel terug. Alleen het geld waarmee ze terug worden betaald, is natuurlijk hun eigen nieuwe geld. Zo gaan we hikken van aflossing naar aflossing. En het wordt maar niet beter. Er zijn vorig jaar eisen gesteld aan die hervormingen, pensioenen. Nou, in oktober zouden die worden geëvalueerd. Dat is pas afgelopen weken echt gebeurd door het IMF en de Europese Commissie. En ja, ze zijn er natuurlijk nog niet. Dus we blijven kiezen voor korte termijn oplossingen. En er is maar één echte oplossing, is natuurlijk om die schulden een keer flink af te boeken. Dat is de enige manier om te erkennen dat je het niet terugkrijgt. Afboeken en dan kijken hoe je samen verder. Oké, maar jij zegt, Hans, wij hebben geld in Griekenland geleend en dat krijgen we links of rechtsom gewoon niet terug. Punt. Dat moeten we erkennen, ja. En dan, want hoe lang je daarmee wacht, Mohamed El Erian had net weer een stuk op The Guardian gezegd, hoe lang je daarmee wacht, hoe lang je de werkelijkheid ontkent, hoe groter de schade zal zijn en hoe hoger de kosten om het uiteindelijk toch te maken. Want ja, we zitten met Griekenland aan boord, je kan ze niet uitgooien, dus we moeten ze helpen te herstellen. En het goedkoopste is om dat zo snel mogelijk te erkennen en die schulden af te boeken. Wij moeten ons verlies nemen, is jouw boodschap. En ook van die van obligatiebelegger El Erian. Vond het IMF toch ook altijd, of niet? Ja, dat hebben ze altijd gezegd. Maar nou komt het. Vandaag is Lagarde omgegaan. Ze heeft gezegd, we hoeven geen nominale afboeking van de hoofdsom. Dus er hoeft geen schuldkwijtschelding te worden plaatsgevonden. Nou, ik viel van mijn stoel. Ik vraag me ook af, ja, in hoeverre ze voor de beurt heeft gesproken. Want je weet, als wij niet de schulden afboeken, zou dan door ons moeten gebeuren. Hè? Niet door het IMF. En dan pas, als wij schulden afboeken, dan zou het IMF mee willen doen aan die 86 miljard. Want dat doen ze nog niet. En je kan je voorstellen, als Lagarde vandaag ineens zegt, jullie hoeven niet af te boeken, we gaan zo wel meedoen. Dat betekent dat het IMF daar meer geld kwijt zal zijn. Ja, ik vraag me af wat landen als Ivoorkust en Bolivia, die hier aan mee moeten lappen, hè, dat zijn allemaal IMF-leden, wat die daarvan vinden dat Lagarde vandaag heeft gezegd, nou, we gaan gewoon wel meedoen, je hoeft niet die schulden allemaal af te boeken. Landen die armer zijn dan Griekenland, bedoel je? Veel armer. Maar misschien denkt de IMF, joh, Griekenland groeit er misschien wel uit. De economie draait er een beetje. Ja, dat denken ze zeker. En dat denken ze al 6 jaar lang. Kijken even naar dit plaatje en dan zie je wat ze in... Bijvoorbeeld in 2011 dachten ze dat de Griekse economie zou groeien tot een omvang van 260 miljard. Inmiddels is dat elk jaar verlaagd. Inmiddels zitten we op 190 miljard. Dat betekent dat die schuld ten opzichte van de economie steeds groter groeit. En dat is wat ik bedoel. Hoe langer je wacht, hoe groter het probleem wordt. De schuld ten opzichte van BNP blijft groeien. En dit gaat niet goed zo. Dat weet het IMF ook. En vandaar, ik kijk er heel erg van op van Lagarde. Ik kan het bijna niet geloven dat ze dit intern waar kan maken. Anderzijds, ja, zou ze voor de beurt spreken. Dat wordt spannend de komende tijd. We moeten een afboek op de schuld. Dat onthouden we, Hans. Hoe ging de beurs trouwens deze week vandaag? Ja, vandaag 0,5% eraf. Dus dat is jammer. 4,51,5. Nou, hoe zijn we vorige week eruit gegaan? 4,50,5. Dus je hebt 1 punt verdiend. Nou, dat is mooi. Hans, nou ja, als je dat 52... Volgens mij kwam je met een gouden tip nog. Hij zegt, je moet nu dit kopen. Als je dit koopt, dan ben je volgende week miljonair. Maar goed, aandelen. Oh, daar is hij weer. Hans, wat dacht je de gouden tip nog op het eind had? Wat zei je nog? Die komt volgende week. Volgende week, oké. Oh. Volgende week. Oh. Spoiler dit, hè?